Een hele goede morgen. Ik dacht, laat ik eens een weekvlog doen. Kijken of dat leuk is in mijn leven. Who knows. In ieder geval, het is vandaag maandag. Het is vandaag 7:10 ochtends. En het is vandaag tweede Pinksterdag. Jawel, en wat de hel ga je dan doen op tweede Pinksterdag? Werken, helaas. Ik werk namelijk ook even in een koffie-lunchtentje. En ik sta ingedeeld 's ochtends, dus dat wordt van 7:30 tot 3-4 uur werken. Het is nog vet rustig in het Vondelpark. Maar ja, vind je het gek? Op een maandag waarin iedereen vrij heeft, gaat niet iedereen natuurlijk hardlopen. Dat snap ik ook wel. En het is ook wel bizar koud. Soms denk ik op zo'n ochtend, waarom ga ik niet vaker gewoon zelf zo vroeg eruit? Oh, het is zo lekker rustig. En de zon. Ja, echt heerlijk. Oké. Dikke 9,5 uur later zit ik weer op de terugweg. Wow, het was echt heel druk. Niet leuk. Ik ben echt helemaal gesloopt. Dus ik denk dat ik niet veel meer ga doen vandaag. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik begin met een rondje hardlopen in het Vondelpark. Warm. Nog eventjes wat liedje aan het doornemen. Want ik heb vandaag een repetitie. En dan gaan we verschillende duetten doen. Dus ik dacht ik neem het nog eventjes door. Zo. Dit is ingepakt. Wat zit erin? Schoenen, ontzettend veel schoenen en ook nog een paar broeken en BH's. Want ik heb morgen een shoot en vandaag afgesproken met de stylisten, dus ik moet even checken, nou ja, wat er goed is. Deze doe ik aan. Ja! Mijn favoriete Nike's. Zo, net het doorpas gehad. En ik heb volgens mij iets van 3 outfits aangehad. En even een foto gemaakt voor de klant. Het zijn echt van die outfits die ik zelf nooit aan zou trekken. Een beetje zo huidskleurig, roze-achtig en zo heel erg pastelblauw. En allemaal stofjes die je ook gewoon van die vieze glibberige stofjes, weet je wel. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb er heel veel zin in morgen. Dat is Amsterdam Noord eigenlijk altijd zo rustig. Oké, ik ben wel een beetje gaar nu. Het was wel heel erg leuk repeteren en eindelijk weer even zingen. En juist van dat soort oude liedjes zingen. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het straks eindigt. Ik ben nu trouwens nog even een beetje wat duetten aan het opzoeken. Welke nog leuk zijn. En voor de mensen trouwens die graag een serie willen zien over muziek en singer-songwriter. Nashville is echt een aanrader. Ik ben al een tijdje, ik weet het echt niet eens. Het draait al 4 seizoenen of zo. Maar ja, het is echt een topserie. Nou, lijkt het al. Ik zeg wel, kijk maar. Wajo, dit is bijna hetzelfde. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ja, precies. En ik heb al gedoucht en al ontbeten en weet ik wat allemaal nog meer. Vandaag ben ik natuurlijk de shoot. Ik moet om 1 uur zijn. Gaven ze heel handig gistermiddag pas aan. Dat is heel fijn. Dus dan moet ik schoon haar hebben, geen make-up op, lalala. En ik moet eigenlijk nog even een huidskleurige BH kopen, want die had ik niet meer. Dus dat gaan we nu doen. Nou, hopen dat ze hem hier hebben. Moet je het verschil zien? Dit. Ik kocht het bij de Zeeman. En dit. Meteen ingepakt bij de Winkelmuller. Super mooi. Trouwens, voor de mensen die denken, ah, het wordt weer zomer, ik moet mijn lijf strak hebben of I don't know what. Ik heb echt een vet goede buikspieren filmpje gevonden. Dit is het. Van X-Hit Daily. En dit zijn, wat waren het? 10 oefeningen van 30 seconden. Zij is vet enthousiast en nou ja, op een gegeven moment denk je wel, joe. Maar het is dus gewoon elke oefening 30 seconden. En dan ga je door naar de volgende oefening. En een reeks van 10 en dat doe je 2 keer. Het is serieus zo voorbij.
means it's working. En het werkt echt. Ik ben denk ik een week, anderhalf week bezig en het gaat heel goed. Omdat ik natuurlijk al 1 uur op de set moet zijn, dacht ik, moet ik natuurlijk wel even eten. Dus, lekker een eitje met avocado en brood. Zo, het is nu 6 uur bijna en ik ben klaar. En het was super leuk. Ik moest allerlei soorten uitdrukkingen doen. Maar sinds uitdrukkingen heb ik er een gecoacht. Ja. Heel erg tof om te doen. Spannend. Het duurt nog 4 maanden voordat ik het kan zien. Dus, En we eten vandaag biefstuk. Met gegrilde groenten. En patatjes. En een lekkere salade. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag alweer. En ik kwam eigenlijk niet zo goed uit bed. Ik dacht echt, ik blijf de hele dag in bed liggen. Het is goed met jullie. Het is goed. Dus, remind yourself, think positive. Ja, dat lukt even niet. Maar toen dacht ik, ik ga gewoon even yoga doen. Want meestal lukt het daarna wel. En inderdaad, dat helpt gewoon. Dames en heren, begin aan yoga. Het helpt serieus. Daarna nog even de 10 minuten buikspieren gedaan. En ik ben nog steeds moe hoor, daar niet van. Maar het gaat een stuk beter. Vandaag moet ik weer even werken. En het is eigenlijk de 7e dag achter elkaar dat ik werk. Dus ik ben al toe aan een dagje vrij. Maar dat is gelukkig morgen. Dus dat scheelt heel erg. Ja, ik ben nu even wat materiaal in het laden om alvast het filmpje te beginnen. En dan ga ik naar mijn werk. Lunch. Hallo, te zien. Lekker. Een hele goede morgen. Het is vrijdag vandaag. En ik ben eigenlijk al een tijdje op. Want Jasper wordt natuurlijk om 7:30 al wakker omdat hij moet werken. En ik dacht, ik moest plassen en ik dacht, nou, ik ga er gewoon uit. Dus ik heb eigenlijk al een beetje chill aangedaan. Wel goed al buikspieren gedaan en wat beenoefeningen en lekker wat YouTube filmpjes gekeken. En natuurlijk al wat was gevouwen. Super goed bezig, yeah! En ik ga vanmiddag naar de kapper. Even weer een beetje bijwerken, puntjes bijwerken en zo. Want ik ben volgende week jarig en dan moet ik natuurlijk wel goed uitzien. Voor de mensen die een beetje afvragen wat ik dan kijk op YouTube. Ik volg verschillende mensen die ik interessant vind. En daar onder andere valt Sunny Verhoeven onder. Sunny zoekt geluk en zij zoekt in allerlei dingen gewoon haar eigen geluk. Dus waar zij gelukkig van wordt. En nou ja, ze doet filmpjes zoals zelfhelp Sunny met praktische tip. Echt van alles. Ze gaat trouwen, dus ze heeft ook nu even een trouwversie ding. En zij reist ook veel. Zij is model geweest. Echt superleuk. En andere dingen, nou ja, waar ze mee bezig is. Zij heeft heel veel over zelfhulp en dat soort dingen. En nou ja, ik word heel erg vrolijk van haar. Zij is echt, nou, wacht even. Ik zal even iets opzoeken. Blablabla. Doe maar even de laatste. Zij is een heel vrolijke persoon. En ik word altijd heel erg blij van haar filmpjes. Nou ja, dit is een beetje. En daar word ik heel blij van. Wie ik ook super leuk vind is Ananushin. Fashion dingen, inspiratie, looks, vlogs, weekvlogs die zij doet. Maar goed, ook zij is een heel erg leuk persoon en vind ik heel interessant om te volgen. Ja, ik weet niet of jullie überhaupt dingen kijken en volgen op internet. Maar ik word hier dus, best wel vrolijk van. Nog iemand die ik echt dagelijks kijk is Mr. Ben Brown. En dit is een fotograaf
Hij komt oorspronkelijk uit Londen. Is dus fotograaf. En is op dit moment bezig met Mission Selfie, sorry. En dat gaat. Hij is een serie aan het schieten samen met zijn vrienden. Of nou ja, vrienden slash werkmaatjes. Over fotografie in het buitenland en op reis, zou ik maar zeggen. En het is een hele. Ik vind het een hele coole dude. Hij doet echt hele toffe dingen. En hij zit op dit moment in Dubai. En dan zie je dus gewoon ook waar hij mee bezig is. En hoe die dat soort dingen filmt en fotografeert. Echt heel erg tof. En gewoon ook weer een heel spontaan iemand. Die gewoon, gewoon zijn droom volgt. En daar haal ik wel heel veel inspiratie en blijheid uit. Dus jongens, volg allemaal ook Mr. Ben Brown. Superleuk gast. En het was het tijd voor de kapper. En ik ga dus de laatste tijd hier in de Halle bij de Kinky Academy. Heel goedkoop en ze doen het ook dus vet goed. En als je ooit in de Halle bent, moet je naar dit winkeltje gaan. Local store. Hier hebben ze echt een heleboel leuke dingetjes. Van kleding tot etensdingen, tot leuke stoeltjes, hangertjes, kaarten. Noem maar op. Dus go there. En natuurlijk het eetgedeelte. Met allemaal eetstandjes. Kijk hoe lief het eruit ziet. Super nice. Ik ga even naar binnen even kijken. Ja, dat is zo leuk op de Wilde Dijkstraat, jongens. Gaan. Vol moestuintjes. Oké, niet mega verschil, maar het is wel weer even een beetje mooi, kort en fris. Dus, het is 4:15 of zo. Ik ga zo denk ik even naar Albert Heijn van die mooie pot kopen waar ik voor gespaard heb. En dan ga ik wat moestuintjes even potten. Want, kijk eens even hier. Deze jongens mogen in grotere potjes. Ja! Nice, nice, nice. En wat we nou met deze baby's gaan doen is boren. Confetti! Nu helaas nog even binnen. Maar als ons balkon klaar is, want die wordt helemaal opgelapt, dan staat dit straks lekker op ons balkon. Het fijne van Amsterdam in het weekend, in de ochtend, is dat het zo ontzettend rustig is. En hele goede morgen. Het is zaterdag. En ik ga op dit moment naar Haarlem, want ik speel. Even tijdelijk bij een kindertheater, de Toverknol. En dat zit in Amsterdam, Haarlem en Utrecht. En vandaag ga ik naar Haarlem om 3 voorstellingen daar te spelen. Dus let's go. Kunnen de kinderen zelf aan deze kleertjes? Ja. Lekker verkleden en dan naar de voorstelling kijken. Cute. Ja, ik doe wel wat super. Ik denk dat het lekker aan je ik. Ja, ik heb thuis uitgebracht naar het evenement. Wee, lekker spelen. Ook moet niet zijn. Jongens, ik ben vandaag een baby met een staartje. En Annelies is een boef. En de boefjes, zoals je ziet, want ik heb een zwart-wit gestreept pak aan. Nou, dan weet je het wel. Ja, yeah, baby. Cute. Ja, heel cute. Kijk dan hoe lief. Kom ik thuis. Staan er 2. Bosse bloemen op tafel. Super lief.
Oké, ik heb 2 voorstellingen gespeeld. Even geflyerd ook nog. En ben nu weer thuis. En moet nu nog, want ik heb vandaag nog niet gedaan, even 10 minuten buikspieren doen. Dus dat ga ik op dit moment even doen. En straks komt Paulette, mijn vriendin van mij. En dan gaan we lekker samen iets koken. En dan vanavond naar de bioscoop, naar Jungle Book. Ik ben heel benieuwd. Ik hoor daar een heleboel positieve en ook wel wat recensies over, reacties. Dus we zullen het zien. Bam! Tortilla chips en avocado. En we eten een salade met bulgur en een heleboel andere lekkere dingen. Ik vind dit dus altijd op Lego van die Lego blokjes lijken. Maar hoe ga je hier zitten dan? Ja, weet ik niet. Kijk, pas je ik er tussen? Hier nog tussen. Ik ga eens kijken of ik er tussen pas. Nou, ja, tussen. Het is helemaal lekker. Oh ja, het is niet heel erg. En hier gaan we naar de film. Yeah! We zitten straks in zaal 1. Paulette en ik zijn weer op de 3D-tour. Het regent. Het regent in Harlem. Helaas. Peanut butter. Beetje sushi, dames en heren. Zelf gemaakt. Zonder rolmatje. Oh, plasticje. Dat hallo, dat mag maar niet. Nee, het is een schatje. Bam. You gotta roll. Bam. En hij kan het super goed snijden. En dit gaan we zo super lekker oppeuzelen. A one night stand. Jennifer Sale. Lekker. Hoi, het is alweer zondag. En dat betekent dat het alweer de laatste dag is van de week. Mega snel gedaan vandaag. En vandaag, deze week natuurlijk. En nou, ik vond het eigenlijk best wel leuk om te doen. Dus wie weet doe ik het nog een keer. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En nou ja, wie weet, tot later.